Langs een deel van de Wiegense Leemweg worden de fietspaden vernieuwd. Vooral leerlingen van het Maaswouwcollege fietsen hier veel. Volgens wethouder Paul Loermans zijn de fietspaden te smal en in een slechte staat. Ze worden vervangen door nieuwe, bredere fietspaden. Daarvoor moeten wel zo'n 25 bomen gekapt worden. Dit najaar beginnen de werkzaamheden.